Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bleefjes, en van harte welkom terug bij Let's Play The Bus, met Bleef natuurlijk. We zijn er een hele lange tijd zijn we eruit geweest, maar ik ben weer terug met het spel, wat nog steeds trouwens in beta is momenteel. Wel heb ik gemerkt dat er wat in de editors wat dingen zijn toegekend, zoals het operationele plan en ja, ik weet niet precies wat ik hieruit moet halen. Maar je kunt ze volgens mij ook nog niet veranderen als ik heel goed kijk. Maar deze is momenteel actief. Ik heb gezien dat je voor mij haltes kunt Vloekhaven Tegel. Dit is de Hersallee. Ja, ik moet hier nog even kijken wat hier precies van de bedoeling is, om maar zo te zeggen. We hebben wel twee routes die allebei twee richtingen opgaan. Dus dat is wel geinig. Dus ja, ik moet nog even zien wat het allemaal precies is. Maar in ieder geval, wij gaan vrij spel doen. Wij rijden trouwens met een enkele bus. Vind ik leuk. Even kijken, kon je niet altijd gewoon... ja, je kon dit synchroniseren. Even kijken, laten we op vandaag zetten dan. Zo, februari. Nou, we gaan dus het stukje van de Hersallee. Gaan we waarschijnlijk tot aan de Sieringenweek gaan we rijden als het goed is. Dus laten we maar gewoon gaan doen. We zien wel wat er allemaal gaat gebeuren en zo. En we zien wel wat van weer het wordt. Kan van alles en nog wat zijn, wie weet. Misschien sneeuwt het wel in februari, ik heb geen idee. Eén ding wat mij wel is opgevallen. Ik heb eindelijk mijn Lotte Jack weer goed aan de praat gekregen. Het enige waarmee ik een beetje zit, en dat zal je waarschijnlijk wel merken als ik de bus open doe. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar de bus ziet er voor mij heel erg... ja, raar uit. Alsof je hier een of andere greenscreen overheen gooit. Weet je wel wat ik bedoel? Het ziet er heel erg pixelachtig uit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, al dat gepixelachtige dingen. Want als ik naar buiten kijk, dan is het hier zeg maar niet in de hand. Het is gewoon puur als ik in de bus kijk. Alsof er ja, een of andere groene pixelachtige laag overheen zit. Ik kan het niet goed beschrijven in ieder geval. Dan eerst eventjes deze even goed zetten. Zo, nu staat het voor mij goed. We starten even de ignition. We moeten even het boordritnummer ding invoeren. Dat is 4, 5, 2, 3, 1. Zo. Dan kunnen de mensen eventjes instappen als ze dat willen. Geen idee of ze ook een kaartje moeten kopen. Lijkt erop van niet. Nou, prima. Wij moeten over 1 minuut moeten we vertrekken. Even kijken. Engine start. Zo, hartstikke mooi. De airconditioning doe even aan. En dan kunnen we de deuren sluiten. Ja, wat dat betreft, dames en heren, is het al best wel een tijdje geleden dat we überhaupt weer deze dingen hebben gedaan. Dus ik dacht van, nou, laten we hem gewoon even weer lekker erbij pakken. Even kijken, welke is trouwens voor de verlichting? Dat is deze, die moet wel even aan natuurlijk. Wat dat betreft, nou, ik vind het wel goed zo. Ik even kijken, hou de remmen naar beneden. Page up voor de versnelling. Handrem los. Alright. Navigeer naar de volgende bestemming. Ja, zoals ik al zei, dames en heren, het is best wel een lang tijdje geleden dat ik überhaupt met deze game heb gespeeld eigenlijk. Dus daarom dacht ik van, nou, ik haal hem even een keertje uit de boeken, laat maar zo te zeggen. Even kijken, wat moeten we hebben? Niet deze. Volgens mij eentje verder. Yes. Dan draaien wij hier eventjes in. Heel mooi. S- en U-Bahnhof Zoologischer Garten. Ja, daar zijn we momenteel inderdaad. Zo. Nou. Hier moeten wel mensen uitstappen. Mooi zo. Oh. Zo. Ja, ook goeiedag en zo. Het zal wel. Alright. Kunnen wij even vertrekken. Dan gaan we hier mooi lekker over de busbaan. Lijkt hier wel een klein beetje ijzig als ik het zo zie, maar...
Ik zeg, we gaan mooi over de busbaan, maar goed, we moeten hier zo meteen... we moeten hier linksaf en ik blokkeer volgens mij nu best wel de... Hoor ik nou serieus een telefoon? Dat vind ik serieus. Ja, dat kun je ook nagaan hoe lang ik hier niet mee gespeeld heb met de bus. Maar dit vind ik echt oprecht leuk. Dat hier een mobieltje in zit. Hoe makkelijk is zoiets? Ja, er gaat een mobieltje af. Ja, dat heb je tegenwoordig overal, maar... Wat leuk. Laat je mijn voorauto, hoor. Dat zou ik wel heel fijn vinden, namelijk. Dank u. Die helemaal netjes zoals ik het deed, maar goed. Maar ja, wil je nagaan hoe lang ik het spel niet heb gespeeld, dat ik daar nu pas recent achter kom. Het is echt wel een hele lange tijd geleden dat ik überhaupt The Bus weer eens heb gespeeld. Oh, er is nu geen busbaan meer, dat is wel jammer. Als je daarentegen gaat, nu wel de stoplichten gaan op groen. Ik ga nu wel in één keer doorrijden naar mijn halte. Zo om. Komt hier nog iemand aan? Ja, ik kom er wel. Mooi. Die is groen nu. We moeten wel even invoegen op de linkerbaan. Die auto gestopt wat dat betreft. Even de rem erop. Ja, ik weet alleen nog niet waarom mijn bus zo pixelachtig leek zojuist. Dat zag er wel een beetje vreemd uit wat dat betreft. Ik moet zeggen dat die auto's daar voor mij ook wel een klein beetje last van hebben volgens mij, maar het is wel te overzien. Laat ik dat wel even zeggen. Ik weet niet of ze verder wat met de stoplicht hebben gedaan, maar voor mij wacht je wel iets minder lang dan wat je normaal gesproken doet. Zo. Budapester Straße. Budapester Straße. Oké. Okay. Maar erin. Voor mij komt er wel iemand aanlopen, denk ik, als ik het goed zie. Ja. Mooi. Oh, wat lief dat hij op mij wacht. Alright. Verder naar de volgende halte. Die trouwens wel redelijk dichtbij zit. Corneliusbrücke. Nou, hier komen best wel veel mensen aan. Maar niemand die een kaartje nodig heeft, schijnbaar. Oh. Wat wil hij? Een verzoekkaartje enkel AB.
Ja, geen probleem, vriend. Geen probleem. Even aan kijken hoe ik hier goed in kan voegen, maar dit gaat wel goed wat dat betreft. Het is hier wel redelijk druk wat dat betreft, of niet? Foei. Of heb ik een. Heb ik geen busbaan aan mijn rechterkant, helaas. Dan rijd ik toch weer een beetje door. Niet te snel dingen roepen dat ze doorrijden. Voordat je weet, rammen ze in één keer op de rem. Is het een kruising of zo dan? Of? Wanneer komt gewoon verkeer van rechts? Gewoon ik bovenop de rem. Ik wou dat ik kon zien wat daar voor aan de hand was eigenlijk, maar... Gaat hij gewoon random op de rem dan? Lijkt er wel een beetje op. Ook dacht dat we altijd in een korte bus zaten, maar we hebben een geleden bus. Oh, ik denk dat dit een beetje het probleem is. Wij moeten rechtdoor, hè? Kijk hoor. We gaan hier eventjes omheen. Jeet. Oh nee, we hebben verspätung. Jet alweer. We zijn net onderweg, we hebben wel even vertraging. Zo. De mensen gaan wel stil, joh. Alright, even flink vaart maken om de vertraging in te halen. Hoe? Ja, ik weet dat ik te snel rijd, vriend, maar... Ik rijd niet. Oeh, jongens. Gezondheid. Hier op stoplicht is het groen. Nou niet meer. Helaas pindakaas. Ik moet wel zeggen, met die mobiele geluidjes maakt het wel allemaal iets leuker eigenlijk. Alleen, ja, dat, die rare vlekken in de bus die je elke keer ziet, ik weet niet wat er mee aan de hand is. Maar goed, het is allemaal nog early access, hè, nog steeds. Dus dat betekent dat dit soort dingen gewoon voor kunnen komen. Bugs en dat soort dingen natuurlijk. Oh, was het DHL? Het leek wel op een DHL-busje. Philharmonie.
Zo. Kom er maar in. Oh, een kaartje. Enkeltje AB. Alsjeblieft. Oh, ik ken mensen ook nooit gewoon een telefoon een keer op stil zetten. Oké. Niet leuk om gewoon met volle vaart voorbij schijnbaar. Nou, ik ga eventjes... Wat zeg ik? Deze kant op. Uiteindelijk moet er wel echt iemand een keertje gaan hoor, wat dat betreft. Oh ja, tuurlijk. Dat zou ik niet proberen. Ja, bus. Oh, nice. Ik ga er even langs, jongens. Joejoe. Mijn god, wat hobbel, hobbel. Waarrein-Friestraße, Potsdamer Platz. Mijn god, is hier een busbaan. Doei. Of toch niet? Ik ga je wel drappen, jongen. Sorry hoor. Oh my god. Waarom hebben ze dan ook weer bij een stoplicht van die... Ja, voor de voetgangers is dat. Ja, van welke voetgangers dan? Goed? Mooi. Nieuw. Hoppakee. Kaartje? Oh my god. Hoeveel mensen in ieder geval kaartjes? Alsjeblieft. Veel plezier ermee. Waarom ga je op de busbaan staan? Daar ben ik dus alles behalve heel blij mee, hè? Dat snap je ook wel. Dan staan die pannenkoeken, die staan gewoon letterlijk op de busbaan. Why? Oh, that's why. Moet invoegen. Dank u. Hey! Kiel, what the f... S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz. Was weer lekker krap daar. Zo. Alsjeblieft. Jij niet? Mooi. Hij ook echt niet gekregen een kaartje. Het is hier wel verdraaide druk, dat moet ik wel zeggen. Ik wil even invoegen hier, jongen. Ik wil even invoegen. Dank u. Kijk, knipperig alles al geluid staan. Of juist aanstaan in dit geval. U-Bahnhof Mohrenstraße. Als ik hier links wil, mag dat dan? Maar rustig hoor, ik ga rijden alleen langs je heen. Ik breng je niet om ofzo. Oh. Echt waar, bushaltes na stoplichten, ik heb er zo'n verschrikkelijke hekel aan. Gadverdarrie.
Ja, is ook heel geen stap inderdaad. Geen kaartje, mooi. Ja, dit zal ik nooit begrijpen, dit niet. Rijd door. Rijd alsjeblieft door. Dat werkt dan weer niet natuurlijk. Waar wil die agent naartoe eigenlijk? Oh, die wil heel graag die auto voorlaten, want die komt natuurlijk van rechts. Ja, dat snap ik. Oh my god. Nou ja, oké. Oh nee, er staat TML. Ja, nee, tuurlijk. Ik weet toch ook dat die busjes direct van DHL zijn als je het logo voorop ziet staan. Nog niet soms. Hier nog niet. Berenstraße, Wilhelmstraße. Ik zou eigenlijk ook niet weten tot hoe ver wij moeten rijden. Ik weet niet wat ons eindpunt normaal gesproken is. Oh, sorry. Ik had hem eventjes verblind. Oh my god, waarom elke keer? Ja, wat ga je doen? Rij je tegen die vrouw persoon aan ofzo? Hartstikke mooi. Ik ben even aan het kijken hoe ik deze bocht ga nemen. Oh. Kom de Rijn. Wil mensen nog een kaartje hebben of niet soms? Wat veel mensen. Mooi. Daar ga ik weer van door. Oh, dit is een soort van nice. Ja. Je kunt gewoon letterlijk door die hele bus heen kijken die daar reed, joh. Beter. Deze hebben we. Ja, ik reken hem goed. Unter den Linden, Friedrichstraße. Unter der Linden? Oké, okay, nice. Oh my god, gaat dat ding echt weer net op groen? Haha, yes. Als je telefoon hebt, joh, gek. Iemand kaartje. Waarom stap je achter de voren in? Je hoeft niet zo stoer te doen of zo, hoor. Altijd fijn als ik mijn eigen baan heb, de busbaan. Oh, er staat daar een driehoekje of zo. Of is het... Ik zit even te kijken op de kaart. Volgens mij staat iets met IJssel of een driehoekje. Staatsoper. Oh, een flitscamera. Zeker omdat ik altijd netjes rijd.
misschien niet. Iemand kaartje? Ik wil een kaartje, oh my god. ABC. Enkeltje. Diepje 20 cent. Ah, mooi verhaal, lekker kort. Hier staat een flitspaal, dus hier moeten we ons even netjes gaan gedragen. Ik weet niet waar die staat, maar hij is hier wel ergens. Mooi, we zijn er voorbij, we kunnen ons misdragen. Lustgarten. Ik had een stoplicht to catch. En we gaan weer verder. Altijd lekker van die korte stoppen, joh. Heerlijk. Mooi ingevoerd, vriend. Dit ziet ook wel erg handig uit, dit. Oh, dan zie ik stoplicht niet. Nu wel. Zo. Oh. We kunnen. Zo. Wilde iemand een kaartje? Ik sta er helemaal klaar voor, maar niemand wil een kaartje. Oké. Okay. Oké. Okay. Oeh, er rijdt nog even een trein. Jee, we kunnen direct gaan. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Alexanderplatz. Ik was echt wel baas geweest dat ding nu op groen sprong, namelijk. Wat zijn die aan het doen dan? Oké. Okay. Oh, daar rijdt nog even een... Hoe is dat zo'n standaard tram die hier rijdt, toch? Dacht ik. Iemand een kaartje kopen? Yes. Een enkeltje AB. Alsjeblieft. Ik wil wel zeggen, dan ga je eruit. Ja, kijk, van dit soort dingen word ik dus heel erg ongelukkig. Maar dat begrijpen jullie denk ik wel. Ja, ik ga het even lekker gemeen doen. Ik dwing even voorrang aan deze auto. Dus ik hoop dat hij mij dan voor wil laten gaan. Vanuit hier kunnen we in ieder geval wel zien wanneer we ongeveer kunnen rijden. Dat is zo meteen. Ik dwing even voorrang aan hem hoor. Thank you.
Dit is ook voor rechtdoor. Oh, mooi. Ik wou net zeggen, anders was het wel heel ongelukkig om vanaf de busbaan hier te komen. En dat is mooi oranje. En er is hier nog steeds een busbaan. Heerlijk. Mollstraße, Prenzlauer Allee. Oh, tuurlijk, joh. Gewaagd AI, hoor. Goeiedag, hé. Er gaan nu wel heel veel telefoontjes over, trouwens, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd wat dit lichtje voor is. Oh, dat iemand eruit wil. Dat is een deurtje. Ik kan hem zeggen, wat is dat voor lichtje? Ik ken hem niet. Ik wil weten wat het is. Laten we even kijken hoe we deze bocht moeten. Het is groen! Jezus. Oh ja, daar gaat natuurlijk een voetganger weer, hè? Mooi verhaal. Even kijken, we moeten hier zo meteen trouwens links. Dus... Mollstraße, Otto-Braunstraße. Oh, nice. En weer de busbaan op. Strak geparkeerd, zeg ik het zelf. Mooi. Zo, oké. Die kwam even langs. Nu wel aan de rechterkant blijven rijden, want... Oh, natuurlijk is de busbaan onder constructie. Zo kon ik hier niet, hè. Of wel een klein beetje, maar... wij moeten hier rechts. Am Friedrichshain. Zo, dat was even niezen. Mocht je denken van, wat doet zijn beeld in één keer gek? Dat had daarmee te maken. Rolt u hier af en dan direct weer links. Oké. Okay. Even kijken hoe we dat gaan doen met invoegen en zo. Maar dat zal denk ik wel goed komen. Best zijn om dan direct links in te voegen hier, denk ik. Oh, dat is allemaal voor rechtdoor. Dan is die ook goed. Zag je wel hoor, je reed over de busbaan. Nou ja, busbaan. Hallo mensjes. Thank you.
wil invoegen. Ik wil... Jezus, hé. Bus heeft gewoon voorrang, hoor. Grappen maken. Ik weet niet hoe het in Duitsland zit, maar... Als in Nederland binnen de bebouwde kom een bus wil invoegen, heeft hij gewoon voorrang. Betzowstraße. Kaartje kopen? Niet? Wel, dacht ik al wel. Even kijken, 24 uur. AB. Die krijgt 10,20 euro terug. Is iets van 10 euro? Nee. 10,20 euro. Grapje. En die. Haha, wist ik wel. Oh. Waar heb ik voor mij? Ik wil invoegen. Ik ga invoegen. Ik weet niet wat jij doet, maar ik ga invoegen. Voor mij rijden we aardig op tijd, wat dat betreft. Kom Ryan, lekker gezellig. Ik zou al klaar om een kaartje te geven en zo. Als je hem nodig hebt. Daar was iedereen. Mooi. Gaan we verder. Lekker schuin over de busbaan, is leuk. Danzigerstraße. Waarom zijn die stoplichten op groen terwijl alles gewoon daar recht door ging? Oh nee, dan heb je een kaartje nodig, ja? Oké. Okay. Enkeltje AB. Alsjeblieft, geef me je geld. Daar. Ja, toch tijd zat. Gezien stoplicht op rood staat. Kunnen ze goed langzaam erheen rijden, toch? Dus dat BAM op zijn nummerbord. Mag je dan er tegenaan knallen, wat dat bedoelt? Denk het niet. BAM, BAM, BAM. Really? Dat echt... Waarom heeft iedereen zijn telefoon op knete hard staan in de bus? Voeg dan even een optie toe in het spel waar je kunt zeggen van... Zet een ding op stil of zo? I don't know. Die ging door het rood in volgens mij. Of course. Konrad-Blenkle-Straße. In vorm geven aan die voetgangers die er niet zijn. Oh, er is schijnbaar hier een tankstation en een shopping ding is hier volgens mij. Zo.
cabine, veel mensen hier niet. Ook te begrijpen als het een shopping mall is natuurlijk. Mooi, mensen kan uitstappen. Ja! Dat snap je dan toch ook echt niet, of wel soms? Jongen. Je zat gewoon 100% niet op te letten. Schnepodestraße, Storkower Straße. Oh nee, ik moet dus wel hebben. Ik moet die voor rechtdoor hebben. Kun je me ook vertellen hoeveel haltes ik nog heb te gaan eigenlijk? Oh, ik ben hier. Oh, dit zijn de... Oké, nog een paar haltes. Dan zijn we klaar met onze dienst. Knipperig, pixelachtig dingen die je hier elke keer ziet. Ik weet niet of je blij of zo'n disco ligt, maar dat is wel anders. Zoveel mensen nog meer, ja. Goeie dag. Nou, dat was het, denk ik. Mooi! Ik heb lekker de hele straat opgehouden, dat is ook leuk. Oh nee, dat heeft geen zin trouwens. Thank God, een bushalte na de stoplichten. Dat is wat prettiger. Oh, nu wel ja. Even kijken hoor. Enkeltje AB. En je geld en je kaartje. Succes ermee. Oké, mooi. Laten we verder gaan. Dan moeten we hier zometeen wel links. Laten we alvast eventjes op invoegen. Wat is er goed met de bocht mee, schijnbaar. Hier moeten we wel echt links af. Yo, oké. Ik weet dat je van de nooddienst bent, maar je hoeft niet zo te gedragen wat dat betreft. Alright. Geeft die vrachtwagen ons een voorrang? Nee, het is hier gewoon knetertje terug. Ja, ga maar voor hoor, wat dat betreft. Oh, dit was weer zo... Ja. Beetje prop hier altijd, hè? Moet ik dan hier oprijden? Volgens mij wel, hè? Oh, daar. Zo, kijk, hartstikke mooi. Zo, dat was hem, dames en heren. De eindhalte van ons. We kunnen eventjes uitstappen.
En dan zijn we hier mooi klaar. Betriebsvaart. Nou, het is niet echt een betriebsvaart. We hebben next road. Sure, whatever. Het is niet echt een betriebsvaart, maar goed, maakt op zich niet heel veel uit. We gaan even in fotomodus natuurlijk. Want we will very graag hier een very mooi screenshot van natuurlijk. Hoge resolutie screenshot. Boah. Geen idee wat het nu betekent. Beeldkwaliteit. Supergoed. Boah, auw. Mijn god, je kunt beter niet in de zon fotograferen, denk ik. Zo. Zo, doen we dat toch? Ja. Hoppakee. Heb je hem vastgelegd of niet? Nou, ah, dat heeft hij wel gedaan. Zeker mooi. Goed, dames en heren. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van deze aflevering. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. Waarom doe je dat? Ja, of laat een leuke comment achter voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn aflevering wil zien, dan kun je uiteraard abonneren op het kanaal. Nogmaals, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.